Goedemiddag. Vanmiddag is alvast een lekker opwarmertje, maar als u het nog kunt regelen, zou ik morgen zeker vrij nemen, want dan wordt het pas echt super weer. En ondernemers aan de kust zijn voorbereid op uw komst, zoals hier in Zandvoort. Het is wel drukker dan een normale donderdag als het regent inderdaad. Nou, morgen wordt echt, zijn we echt aan het bellen voor extra personeel die vroeger gewerkt hebben. Dan voor een dagje te krijgen of barkeepers uit andere zaken uit Haarlem die we kennen. Je krijgt morgen echt een piek, die wordt gigantisch. Wat wil je drinken? Spaarrood. Spaatje rood. Wij werken natuurlijk heel veel met oproepkrachten, want met slecht weer is er niks en met mooi weer gebeurt er van alles. Dus je probeert zoveel mogelijk mensen te pakken te krijgen en dat ze deze kant op kunnen komen morgen. Een kopje koffie. Als we niet die regen krijgen die we verleden week gehad hebben, dus dat het in één keer te warm wordt, dat het gaat onweren en bliksemen, dan zie ik dat allemaal wel goed komen morgen, ja. De stemming zit er goed in hier op het terras. Ja, zeker. Nou ja, het is nog vroeg, dus iedereen zit nog aan de cappuccino en aan de limonade. Maar vanaf een uur of twee gaat het bier vloeien en de wijn, hoor. Kort nieuws dan. Burgemeester Henk Heijman van Bussum is opgestapt. Een maand geleden onthulde onze krant dat hij vergoedingen ontving voor een koophuis dat een huurhuis bleek te zijn. De CDA-burgemeester stond al op non-actief, maar gooit nu dus zelf de handdoek in de ring. Meer hierover op onze site. Een vrouw van 28 heeft 18 jaar cel gekregen. Ruim een jaar geleden gaf ze opdracht om haar vriend te laten vermoorden, de Eindhovense drugscrimineel Ernesto Pistone. De twee mannen die de moord uitvoerden kregen 18 en 19 jaar cel opgelegd. Tokio is zo'n beetje de drukste en volste stad ter wereld. In de Japanse hoofdstad krioelt het natuurlijk van de mensen. Maar de kampioen onthaasten woont daar ook. Maak kennis met Bonchan, een reuzenschildpad van zo'n 70 kilo. En hier zien we hoe die wordt uitgelaten ergens buiten het centrum. En veel Japanners die toch een hoop gekkigheid gewend zijn al van zichzelf, die vinden het natuurlijk een enorme attractie. En af en toe krijgt hij ook nog even een blaadje groene kool toegestopt. Eén nadeel, zo'n rondje uitlaten gaat natuurlijk niet bepaald snel. Rond 5 uur zijn we terug met een nieuwe update. Graag tot dan, fijne middag verder.